goedemorgen. Woensdag 6 juni. We verlaten weer de albergen. Voor een tocht van 25 kilometer. Gracias. Het is 7:15. Iets later dan normaal. Maar dat is niet erg. Als het maar droog blijft. Mijn excuses. Dat moest er even uit op deze vroege ochtend. We lopen weer bijna de hele dag langs deze drukke straat. Het is niet anders. Ja, het is wel anders, maar dan moesten we vandaag 7 kilometer extra lopen. En dat gaan we dus even niet doen. Ha! Buongiorno. Ongelooflijk hoe vaak je ooievaarsnesten tegenkomt en bijna altijd op dezelfde plekken, op de kerktorens. En hier komen we weer bij iets heel erg ouds aan. Hospital de Orbigo. Weer een Romaans verleden. Ik denk dat er binnenkort weer een of andere fiesta is. Of de fiesta is net geweest. Gezien de stellage die daar staat. En in de verte weer de bergen. Vandaag Astorga, nog vlak. En vanaf morgen gaan we de hoogte weer in. Fonse Badon. En de dag na Fonse Badon, Cruz de Ferro. Het hoogste punt van mijn camino. Dit is beslist niet de Romeinse tijd. Dit is van een later tijd. Het is 8:15. Nog erg rustig.
grote kans dat veel mensen, Belgiërs, dit stuk overslaan. Of dat het langslapers zijn. Het hele stuk door niemandsland bij de zandweg, niks te zien eigenlijk, ja, de mooie bergen en wolken in de verte, en op een gegeven moment krijg je een kleine oase. Lijkt meer een huis op de prairie. Richting hippietijd. Daar zullen we dus gaan stoppen. En ik zie daar ook een hele grote vriend. We naderen Astorga, weer een grote kathedraal, en er staat ook een bisschoppelijk paleis, dat niet als bisschoppelijk paleis dienst doet, maar wel ontworpen is door Gaudi, ook bekend van de kathedraal in Barcelona. Je ziet de kathedraal en wat daarvoor is het bisschoppelijk paleis. En in de verte de bergen, maar eigenlijk recht voor ons, achter de stad, waar we morgen heen gaan, naar Fontsabadon.
de dag daarna is het nog een uur, anderhalf uur tot aan Cruz de Ferro, het hoogste punt van mijn Camino. Morgen wordt het een zware dag, alleen maar bergop. De dag daarna nog een beetje bergop en dan afdalen de rest van de dag. En nu eerst Astorga.